Donderdag 14 juli 2022, ik ben Axel van BTC Direct en met een bitcoinkoers van nog steeds net onder die $20.000 lijkt het alsof er niet heel veel is gebeurd in dat opzicht. Maar we hebben gisteren en vannacht en eigenlijk vanmiddag toch nog wel wat beweging in de bitcoinkoers gezien, ook al zijn we weer zo'n beetje terug bij af. Hoe dat zit, interessant in ieder geval om naar te gaan kijken verderop in deze video in de technische analyse, maar eerst het allerlaatste nieuws. Het begint meteen niet al te best. Crypto-leenbedrijf Celsius vraagt, jawel, faillissement aan. HW schrijft in een recent artikel, een miningverbod is best wel aannemelijk vanwege de CO2-uitstoot. Binance die heeft haar 20ste quarterly burn achter de rug. Daar is weer voor vele honderden miljoenen aan BNB definitief verloren gegaan. Dat is goed nieuws. 175.000 ATM's in Amerika die nu zomaar even geschikt zijn voor het aankopen van Bitcoin en Litecoin. En China die breidt haar CBDC-testvak flink uit. Lees deze tweet maar eens goed. En eigenlijk staat daar inderdaad waar dat velen al bang voor waren. Celsius heeft nu officieel een faillissement aangevraagd, in ieder geval in de VS. Dat hebben ze gedaan direct nadat ze verschillende grote uitstaande leningen aan DeFi-protocollen hadden afbetaald. Dat was bijvoorbeeld aan Aave, aan Maker en Compound. Dat is natuurlijk positief, maar direct daarna hebben ze dus wel een zogenaamde Chapter 11 faillissement aangevraagd. En die term heb je waarschijnlijk de laatste tijd al vaker voorbij horen komen. Het is dat precies, want een faillissement klinkt in het Nederlands altijd wat anders dan dat het een lading heeft in bijvoorbeeld de VS. Met name zo'n Chapter 11 faillissementsprocedure, wat gebeurt er dan eigenlijk? Alle civiele rechtszaken die worden stopgezet. En eigenlijk geeft het bedrijven even ademruimte en even de kans om financieel het een en ander te herstructureren en een herstelplan op te stellen. Terwijl ze dus wel gewoon kunnen blijven doorwerken en operationeel blijven. Is dus niet waar dat je misschien direct aan denkt hier in Nederland, faillissement, dat dat het einde is of een doorstart moet betekenen en iedereen direct ja, de zak is om het zo maar te zeggen. Het is eigenlijk een soort trucje om een bedrijf financieel te kunnen herstructureren en geeft dus wel nog wat mogelijkheden voor de toekomst. Nou goed, CNBC heeft dit vannacht dus ook gemeld dat ze aan het staatstoezichthouders directe faillissement wat betreft die 11 procedure dus hebben aangevraagd. En dat is vanwege de liquiditeitsproblemen die we dus ook bij dit platform hebben gezien. Als we even wat verder gaan duiken in het persbericht dat ze naar buiten hebben gebracht, dan zien we bijvoorbeeld dat ze de huidige reserves nog op zo'n $167 miljoen schatten. En nou, dit volgt eigenlijk direct, ik zei het al, op het afbetalen van een aantal grote schulden. Dus dat voelde even positief. Die verleningen die werden dus afbetaald. Daarmee werd de totale schuld teruggebracht van enkele honderden miljoenen tot nul. En daarmee is er dus ook weer een mooi bedrag aan onderpand vrijgemaakt. Nou, de gebruikers van Celsius die hopen natuurlijk ook dat dit geld dan dus uiteindelijk hun tegoede gaat komen. Dat het gebruikt gaat worden om de tegoeden van gebruikers weer terug te betalen. Eigenlijk simpelweg om te zeggen dat gebruikers weer gewoon hun crypto kunnen gaan opnemen. Ja, en dat verlagen van hun schulden lijkt dan ook een beetje een vereiste te zijn geweest om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor deze Chapter 11 procedure. En daarom misschien wel een soort noodzakelijk kwaad geweest. Ja, Celsius blijft dus eigenlijk operationeel. Ja, wanneer je als klant dus je coins er dan ook daadwerkelijk van af kunt gaan halen en of dat nog gaat komen dat moment, dat is nog steeds niet bekend. Maar het ligt allemaal wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Het komt niet helemaal als een verrassing voor de meeste van die gebruikers. Nou, 26 juni werd namelijk al bekend dat Celsius Network LLC al verschillende adviseurs in de arm had genomen. Niet zomaar adviseurs, maar een aantal heren en dames die gespecialiseerd zijn in het herstructureren van bedrijven. Ja, en ook hier bij Celsius is dit hele verhaal eigenlijk het gevolg van de huidige marktomstandigheden. Maar in dit geval dan specifiek bekeken, ze hadden het een en ander gesteekt in een protocol. Daarvoor kregen ze ST Ether terug, een soort variant van Ethereum, van Ether. In theorie zou die altijd evenveel waard moeten zijn. Eigenlijk één op één aan elkaar geperkt. Maar ja, toen de cryptomarkt begon in te storten, klapte dus ook de waarde van die ST Ether naar beneden. Daardoor werd het steeds moeilijker om waarde terug te krijgen, want die ST Ether was steeds minder waard dan een hele Ether. Nou, mocht je je munten daar willen opnemen, werd dat dus ook steeds lastiger voor het protocol. Daarom hebben ze uiteindelijk gezegd, op 12 juni, wij stoppen de opnames volledig vanwege de toen nog extreme marktomstandigheden, zoals ze het noemden. Een poging dus eigenlijk om een digitale variant
van een bankrun te gaan voorkomen. Nou, uiteindelijk heeft dat dus geleid tot deze chapter 11 faillissementprocedure. Die we overigens ook een goede week geleden op 6 juli was dat hebben gezien bij Voyager. Die heeft dezezelfde stap moeten nemen vanwege de extreme marktomstandigheden. De ene partij die komt dus onmogelijk aan geld en de andere partij die smijt met honderden miljoenen. Sterker nog, die gooien ze gewoon een zwart gat in die ook nooit meer terug gaan komen. Ik heb het in dit geval over Binance. Die burnt namelijk maar liefst 444 miljoen Amerikaanse dollar aan waarde in ieder geval aan BNB. Gisteren was het weer zover. De BNB burn dus van Binance, dat doen ze overigens ieder kwartaal, is dus niets nieuws wat dat betreft. Klein jubileumpje wel, want het was ditmaal de 20ste keer dat deze burn plaatsvond. Nou, dat burnen, waarmee je dus eigenlijk die crypto gewoon definitief uit de roulatie haalt, vernietigt dus. Ziet wat je wel ziet bij meerdere crypto-protocollen. Het is eigenlijk een soort cadeautje aan de community. Ja, hoe minder munten er beschikbaar en in omloop zijn, hoe hoger de waarde logischerwijs zou moeten worden. En dat is dus hoe dat het een beetje in balans wordt gehouden. Binance heeft dat dus 20 kwartalen geleden ook opgezet, een dergelijk programma. Hoe steekt dat in elkaar? Nou, met de winsten die het platform maakt, een percentage daarvan geven ze dan uit aan het terugkopen van BNB op de markt. En vervolgens dan burnen ze die dus. Het is dus afhankelijk ook van de resultaten van het hele platform. Nou, in dit geval ging het om ruim 1,9 miljoen BNB die dus is ingekocht en geburnt. Ter waarde van op dat moment 444,6 miljoen Amerikaanse dollar om heel precies te zijn. En daarmee was het nog verre van de grootste burn ooit. Want dat was nummer 14, 6 kwartalen, anderhalf jaar geleden dus. Toen werd al maar liefst 3,6 miljoen BNB Binance Coin dus vernietigd, geburnt. Nou, dan is de theorie, ik zei het al, dat het een positief effect heeft op de verdere koersontwikkeling van die achterliggende munt. Aangezien de supply dus eigenlijk wordt afgeknepen. In dit geval was er nog iets bijzonders aan de hand. We zagen eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Op het moment dat die burn plaatsvond of werd aangekondigd, toen daalde de koers van BNB met toch nog zo'n 1,5%. Maar een belangrijke kanttekening daarbij, dat was op hetzelfde moment dat in de VS bijvoorbeeld de inflatiecijfers bekend werden gemaakt. Dat zorgde in de hele markt voor toch best wel een behoorlijke dip. Bitcoin die nog flink onder die $19.000 terugzakte en net boven de 20.000 stond, gebeurde in luttele minuten. Dus het was hier nog minder ernstig. Daarna hebben we weer een opvering van die markt dus gezien. Nou, BNB heeft daarin meegedaan. In dit geval lijkt de burn er dus niet heel veel impact op te hebben gehad. Misschien dat het de val op het moment van die inflatiecijfers een klein beetje heeft kunnen remmen. Grote aankondiging van niet de minste. Het gaat in dit geval om SureThang America. Die heeft namelijk laten weten dat zij de mogelijkheid om crypto aan te kopen via hun pinautomaten hebben toegevoegd. En dat zijn er nogal wat. Want naar eigen zeggen bieden zij ruim 175.000 van dergelijke automaten in de VS aan. En daar zit wel nog een kleine maar aan. Het is niet zo dat nu ook van de een op de andere dag al die 175.000 apparaten dus Bitcoin en Litecoin gaan accepteren. Het is namelijk nog aan de lokale ATM operator om dit uiteindelijk wel of niet door te gaan voeren. Om die functie dus eigenlijk echt te gaan activeren. Kans lijkt dus klein dat het alle 175.000 apparaten gaat gebeuren. Maar wel behoorlijk dat een groot gedeelte daarvan deze stap gaat nemen. En dat is echt heel goed nieuws. SureThang is hiervoor een partnership aangegaan. Ze doen dit niet helemaal zelf. De bijbehorende infrastructuur die hebben ze hiervoor laten ontwikkelen door Digital Mint. En daarmee wordt het dus mogelijk om direct in ieder geval Bitcoin en Litecoin aan te gaan kopen via die apparaten. Digital Mint die zit hier al veel breder in. Die bieden bijvoorbeeld ook al verschillende API-integraties aan, waarmee het ook voor een gemiddelde retailer of voor andere ATM-operators mogelijk is om crypto aan te gaan bieden. Maar dit is in ieder geval een grote speler hier binnen die dit dus actief heeft omarmd. Nou, SureThang die gaat die diensten aanbieden in hun API-based App Store. Dat is dus aan de achterkant een App Store voor die ATM's. Daarmee kun je die dus upgraden en kun je bepaalde functies unlocken of eraan toevoegen. Ik zei het al, het is vervolgens aan de lokale uitbaten om dat wel of niet te doen. Hoeveel dit gaan doen is dus ook nog niet bekend. Binnenkort kunnen we daar waarschijnlijk een inschatting van gaan maken. Als deze functie wat langer beschikbaar is.
Maar goed, doet er niet aan af dat het een zeer mooie ontwikkeling is van Sulsang Amerika. Dat weer dochteronderneming is overigens van Sulsang uit Zuid-Korea. Zegt dat zij de grootste ATM-provider in de hele US zijn. En als we het even in perspectief gaan plaatsen, als we op Coin ATM Radar gaan kijken, dan zien we dat er op dit moment 33.772 Bitcoin ATM's in de hele US staan. Daarmee is het ook met afstand direct het land met de meeste exemplaren. Wereldwijd staat die teller namelijk op zo'n 38.430 exemplaren. Ja, als er daar dan ineens een groot gedeelte misschien al van die 175.000 bij gaat komen, ja, dan kun je wel gaan inschatten hoe groot de impact hiervan kan zijn. Bijzonder onderzoeksartikel terug te vinden op de website van de ECB. En daarin stellen zij het volgende. Een verbod op Bitcoin mining zou één van de beleidsopties zijn die Europa in handen heeft. En ze noemen dat zelfs een aannemelijke optie. Heeft alles te maken met de uitstoot van Bitcoin mining bedrijven. En niet alleen bedrijven, eigenlijk alle mining apparatuur die draait. We gebruiken natuurlijk elektriciteit voor die activiteit om dat allemaal in goede banen te leiden. Nou, die consumptie ligt behoorlijk hoog. En daar zijn ze dus niet al te blij mee bij de ECB. Nou, dat zouden ze waarschijnlijk anders ook niet zijn geweest. Maar dit is in ieder geval een extra concrete reden om daar naartoe te wijzen. Want zo stellen de onderzoekers in dit artikel, ligt het dus niet voor de hand dat de Europese beleidsmakers die uitstoot van Bitcoin mining links laten liggen. Als ze bijvoorbeeld zo actief bezig zijn met het verbeteren van de milieuomstandigheden en de uitstoten wereldwijd. Bijvoorbeeld op het vlak van de auto-industrie. Elektrische auto's en dergelijke die flink gepromoot gaan worden. En daarom zeggen ze, ja, is het gek om deze hele sector dan buitenschot te houden. In het artikel maken ze ook de volgende vergelijking. Het proof-of-work systeem van bijvoorbeeld Bitcoin en wel meer grote crypto's. Dat vergelijken ze eigenlijk van auto's of met auto's die op fossiele brandstoffen rijden. En het alternatief, proof of stake, dat zien ze dan als de vernieuwing. Eigenlijk een beetje die hybride of elektrische auto's binnen de crypto sector. Nou, best wel een bijzondere vergelijking natuurlijk om het op dit moment zo te doen. Maar ze stellen in ieder geval dat bijvoorbeeld het alternatief proof of stake al een stuk milieuvriendelijker en energiezuiniger zou zijn. En dat zou dan weer een groot voordeel kunnen opleveren. Nou, ze zetten natuurlijk ook de Bitcoin energieconsumptie weer af tegen dat van verschillende landen. Zoals Spanje, Nederland en Frankrijk. In ieder geval een drietal die in die vergelijking worden meegenomen. En in het kort stellen ze, ja, die consumptie van Bitcoin en Ether ligt hoger dan voor elk van die individuele landen. En ja, dat vinden ze dus een probleem. Waarom is dat een probleem? Nou, dat heeft te maken met de voornemens die Europa heeft. Die zien er als volgt uit. In 2030 moet er zo'n 55% minder CO2 worden uitgestoten. In vergelijking in ieder geval met 1990. Nou, en met die klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is het dus onwaarschijnlijk, stellen ze, dat deze hele mining sector zomaar eindeloos kan blijven dooropereren. En daarom achten ze het ook reëel dat Europa daar binnenkort maatregelen in gaat nemen. Nou, ergens zien we dat al een beetje gebeuren. Europa is natuurlijk druk bezig met het opstellen van de MiCA-verordening, de Markets in Crypto Assets. Nou, dat moet dus een heel pakket aan regels en wetten worden waar dat de crypto-sector eigenlijk in heel Europa aan moet gaan voldoen. De bedoeling is nu dat het er per 2025 definitief aan zit te komen en dan dus ook geïmplementeerd gaat worden. En het is niet heel vrijblijvend als dat er eenmaal ligt. Dus het wordt nog spannend wat dat precies gaat betekenen. Wat dat nou uiteindelijk inhoudelijk dus gaat behelzen is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het zou zomaar kunnen, in ieder geval volgens dit artikel van de ECB, dat ook dat soort zaken daarin meegenomen gaan worden. ECB, ja, die ziet het allemaal niet zitten. Maar de centrale bank van China, die ziet in ieder geval een klein select stukje van de hele cryptomarkt wel degelijk zitten. Ik heb het in dit geval over de CBDC. Natuurlijk al algemeen bekend is lange tijd dat China daarin flink voorop loopt. En nu hebben ze dan ook aangekondigd, de centrale bank al daar, dat ze het aantal testgebieden, waarin dus gebruik gemaakt kan worden van die eigen CBDC, die ECNY zoals die dan heet, flink uitgebreid gaat worden. Gaat meer dan verdubbeld worden. Op dit moment zijn dat 11 van die gebieden, en dat worden er 23. Is ook verspreid eigenlijk over het hele land, namelijk over 15 van de 31 provincies die China kent, zijn die testgebieden dus verspreid. En daarmee, ja, wordt het steeds minder een testfase en steeds meer een soort definitieve vorm die het gaat aannemen. Het neemt steeds grotere vormen aan.
Op dit moment, en het moet dus nog meer dan verdubbeld gaan worden, zijn er al ruim 4,5 miljoen ondernemingen en verkopers in het land die de eCNY al accepteren. Nou, centrale bank zelf, die lijkt echt hartstikke overtuigd. Zij stellen namelijk het volgende, dat ik even in mijn beste Chinees zo voor je vertaal. De eCNY trials during the first half of 2022, such as acting as a means of payment during the Beijing Olympics, were spectacularly successful. The eCNY has demonstrated to be an invaluable tool in improving quality of life, stimulating consumption, growing internal demand and ensuring steady economic development. Oftewel, zij noemen het een heel groot succes. In de eerste helft van dit jaar hebben ze het al uitgerold bij de Olympische Spelen in Beijing. Daar is het een zeer groot succes gebleken. En verbetert het ook nog eens, zo stellen ze de kwaliteit van leven, stimuleert het ook consumptie en werkt het groei in de hand. Nou, lijken dus overtuigd te zijn, in ieder geval volgens deze woorden. En als we gaan kijken naar het daadwerkelijke gebruik daarvan door de consument, want ja, dat is daar natuurlijk ook een belangrijke pijler in, dan lijkt dat ook behoorlijk aan te slaan. Laatste beschikbare data, die gaat in ieder geval tot 31 mei jongsleden. Die stelt dat de Chinese consumenten gezamenlijk meer dan 264 miljoen transacties hebben uitgevoerd. Totaalwaarde van die vele transacties zo'n 12,3 miljard dollar. Oftewel zo'n 83 miljard Chinese yuan. En ze lijken daar voorlopig dus nog flink meer power achter te gaan zetten. Oftewel, het hele CBDC-verhaal in China blijft maar groeien en groeien. Zien wij ook datzelfde voor onze eigen Bitcoin? Ja, dat is nog niet helemaal het geval. Ik ga dat allemaal laten zien hier op de koersen. Koersen op tradingview.com. Kijken we eerst eventjes heel kort naar het grote plaatje, de weekcandles. En dan noteren we gewoon nog steeds een min op dit moment van 5,48%. Nou, die wick hier aan de onderkant verklapt wel al een beetje dat we wat lager hebben gezeten. Er is dus wel nog wat gebeurd de afgelopen uren. Maar wat precies? Ja, dat kun je hier niet op gaan zien. In ieder geval zitten we dus nog steeds aan de onderkant van dit handelsgebied. En nog steeds, dat is belangrijker en ook nog wat negatiever, onder de $20.000. Op dit moment $19.700, bijna precies, dat wij handelen. En je ziet ja, dat we daar vandaag dus weer een flink gedeelte van die min hebben bereikt. Weer hebben ingeleverd op waarde. Dus gisteren, vreemd genoeg, toch nog behoorlijk groen is afgesloten. 4,72% in de plus. En dat was dezelfde dag als het bekendmaken dus van die inflatiecijfers in de VS. En op het moment dat dat gebeurde, zagen we een enorme impact in de hele crypto sector. Toen zakten we echt flink terug. Dat is dus ook die wick hier. Dat is ook diezelfde wick op weekniveau. Dieptepunt heeft gemarkeerd. Daarom dat ik hem net al even aanhaalde. $18.905, waar dat we kortstondig op uit zijn gekomen. Als we dan nog wat verder gaan inzoomen naar de uurcandles. Ja, dan zie je ook waar dat gebeurt. Dat was dus gisteren ten tijde van het bekendmaken van die cijfers, dat we van een ruime $20.000 terugzakken naar een hele, hele kleine $19.000. Dat gaat heel snel. We kijken hier naar de uurcandles. Ja, ik kan het je ook nog even laten zien op de 5-minuten candles. Dat is dit hele verhaal hier geweest. Nou, dan komen we hier dus wel weer in een gevarenzone terecht. Zelfs onder de $19.000. Gelukkig is dat van korte duur. Dit zijn de 5 minuten candles, dus dit is helemaal niet zo'n lang tijdsbestek. Dan komen we uiteindelijk dus weer net boven die 19.000 terecht. Daar testen we, die slaagt. Zorgt voor een nieuwe poging, het terug binnenbreken van deze belangrijke handelszone. Die slaagt niet in die poging. Moeten we opnieuw gaan testen rondom die 19k. En de volgende keer dat we dit gaan proberen, lukt het wel. En daarmee zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij het punt dat we hadden aangetikt net voor die CPI-cijfers. Dat betekent dus rond de $20.000 waar dat we het dan over hebben. Nou, hier kijken we naar zo'n 2:30 in de middag en hier kijken we vervolgens naar zo'n 7:00 in de avond. Dus dit is redelijk snel weer opgelost geweest. Nou, vanaf daar zie je dat we ook binnen die zone mooi gaan testen. Dat zorgt voor een mooie tweede groeigolf waarmee we dus weer een paar honderd dollar verder in die 20.000 langzaam maar zeker richting de 20.500 terecht gaan komen. Maar ook daar hebben wij weer enorme last van een resistance. En zijn we langzaam aan het terug afgeleiden gegaan weer naar de onderkant van dit handelsgebied waar dat we nu dus weer druk op aan het testen en aan het proberen zijn, zo'n $19.500. Maar heel overtuigend ziet dit er eerlijk gezegd nog niet uit. En daarmee zijn we dus weer terug bij ja, waar dat we hier eigenlijk eindigden voor die cijfers. Dat bedoelde ik met er is toch nog van alles gebeurd de afgelopen uren. De klap hier echt flink naar beneden. Vervolgens weten we daar
nog een flinke schep bovenop te doen. Maar komen we toch weer uit in het gemiddelde, een beetje in het midden waar dat we ook zijn gestart. En op het grotere plaatje lijkt het daarom weer een hele saaie zijwaartse beweging. Maar iets gedetailleerder zien we dat er toch nog wat in die markt is gebeurd. Maar de overtuiging die ontbreekt gewoon nog steeds. Nadat dat er hier in de eerste instantie wel in leek te zitten, zijn we uiteindelijk onderaan die streep dus weer toch terug bij af. Dat moeten we doen met nog geen $20.000 op dit moment. Nou, dat die inflatiecijfers een impact zouden gaan hangen, daar waren we al bang voor. Dat heeft het ook gehad. Gelukkig is die niet heel blijvend, zo lijkt het. Maar ja, echt een richting kiezen zit er ook nog steeds niet in. En we zitten dus nog steeds aan de onderkant te bungelen van dit hele gebied. Iets waar we heel graag heel snel weer uit willen zijn. Dit leek een mooie opmaat. Uiteindelijk naar die 20,5 om daar weer een mooie support te gaan zoeken is niet gelukt. Moeten we dan weer naar beneden gaan kijken? Dat weten we ook nog niet. Maar het wordt wel steeds weer wat spannender. Tot zover jouw pre-weekend update. Want morgen is het alweer zover. Vrijdag de laatste video dan ook meteen voor deze week in ieder geval. En dan weet je ook of je met een beetje een lekker gevoel dit aanstaande, wat betreft temperatuur in ieder geval, zeer hete weekend in kunt gaan. Maar dat voor morgen. In ieder geval goed je hier vandaag weer gezien te hebben. You know the drill. Subscribe jezelf even op dit kanaal. Waarom? Nou, dat is gewoon gezellig. Hoe meer ziel, hoe meer vrucht. Maar dan ben je ook altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes op de gebieden crypto en economie. En wil je het gesprek aangaan of wat dan ook, wil je je ei kwijt, laat even een comment achter of een duimpje omhoog. Die zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor de rest wens ik je nog een prachtige avond toe en spreek ik je morgen gewoon weer hier voor de laatste video van deze week. Dus tot dan! Doeg!